Als je die persconferentie gisteren gevolgd, ga je zien dat de voorzitter zeer geïrriteerd was bij die vraag. Hij zegt, onder Brunswijk als voorzitter, en ik denk met vele anderen van de partij die ook zo denken, is er geen samenwerking meer mogelijk na 2015. En niet zozeer dat we een huwelijk hadden dat gestrand is in 2015. Maar meer nog, we hebben geconstateerd dat de NDP niet in staat is dit volk te verheffen. Ja? Je hebt 3 keer de kans gehad. En het is altijd op een malaise uitgelopen. Dus wij zeggen, met anderen die het beter hebben gedaan in het verleden, samen met de ABOP, ja, met die willen we samen aan de slag. Want we weten dat we het alleen niet zullen aankunnen. Mm-hmm. Ja, we niet 26 zetels zullen krijgen, dat is de realiteit. En trouwens, de ervaring met een partij 26 zetels geven, hebben we gezegd, zelf aan de ABOP moet u dat niet geven. Ja, want dan is er een kader van democratie waar er een soort van dictatoriale leiderschap wordt tentoongesteld.